De landelijke kinderboekenweek is woensdag van start gegaan. En dat was te merken in Uden en Veghel. In de bibliotheek Uden werd de aftrap gedaan door het Udense meisje Merel Somers. Die tevens door het hele land het gezicht is van de kinderboekenweek. Vervolgens stond er een leuke activiteit op het programma. Omdat het thema superhelden is, mochten de kinderen kijken hoe brandweermannen hun werk doen. Daarna mochten ze deze superheld binnen ook nog met vragen bestoken. In Veghel werd het thema weer heel anders vormgegeven. Daar werd een workshop greenscreen gegeven. Als ware superhelden konden de kinderen meespelen in een filmpje waarvoor ze het decor zelf mochten tekenen. Dit zorgde soms voor erg leuke eindresultaten. De komende 10 dagen zullen er meer activiteiten in Veghel en Uden zijn die in het teken staan van de Kinderboekenweek.